nog meer over de toestel kunnen vinden. De Robin 2160, PHSVN van de Vliegclub Rotterdam, gestationeerd in Rotterdam natuurlijk. Eigenaar Hans Vergeffen. En dan moet je kijken hoe snel die zo'n toestel kan overtrekken. Dus dat is zijn voetenstuur gebruiken, zijn stik. En dan trapt hij het toestel als het ware helemaal om. De Robin 2160 is een side-by-side two-seater. Een basic aerobatic trainer. Er ligt een motor in. Een Lycoming 660. Fixed pitch prop. Normaal brandstofsysteem heeft het toestel. Niks bijzonders. Een maximum take-off gewicht voor aerobatic 800 kilo. En het aantal G's wat het toestel kan draaien. Minimale toegestane belasting is plus 6 en min 3 G. De show is erop gericht om te laten zien wat er zo met een feite simpele basic training nog gedaan kan worden. En dan straks eindigt de show met een low pass, waarvan het publiek hartelijk bedankt wordt natuurlijk om dan afscheid te nemen. Als het vandaag wat slechter was geweest, dan had hij een vlakke show gevlogen. De Robin is uitermate geschikt om op de kop te vliegen. Bij negatieve G valt al snel de motor uit. Of de Robin is niet geschikt om op zijn kop te vliegen, want er zit geen speciale apparatuur daarvoor op. Bij negatieve G valt de motor snel uit. Deze draait dan wel weer als een windmolen door. Maar het vermogen valt echter helemaal weg. Dat maakt het extra lastig. Het moment waarop het vermogen wegvalt en waarop het vermogen weer terugkeert, is nooit exact te zwellen. Daar wordt in de show natuurlijk rekening mee gehouden, maar het vraagt toch wel een extra stukje aandacht. En dit is voor het publiek goed.